Niek heeft letterlijk net aan niet zijn been gebroken. Jongens, de sneeuw is wel echt top hoor. Niek was net gevallen. Gaat niet helemaal lekker. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga naar het ontbijt, want Stefan, Rick en Niek zijn er al. Maar ik moest nog eventjes de beelden versturen naar de editor. Want dan kunnen jullie lekker weer een video kijken. Dus ik ga lekker naar beneden. Mannen, goedemorgen. Oh, ja, we zijn er weer. Goeie fijne morgen. Oh, morgen. Het stopt nooit. Het stopt niet. Morgen. Ze was niet boos geworden deze keer. Maar inderdaad, wat we net zeiden, eigenlijk had ze ons ook wel even mogen complimenteren op ons voorbeeldige gedrag vanavond. Ik denk wel dat wij een klacht krijgen van die mensen naast ons. Dat was te veel ruftelen. Ja. Maar ook echt een hele harde. Ik niet hoor. Hey. Wie zat dat te scheiden gisteren? Iemand. Ik hoorde jullie met z'n tweeën volgens mij binnenkomen. Iemand zat te scheiden van de twee, ik zweer het. Ik ben wel een beetje kakker. Ja. 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 Oh, daarover ook heel lang wachten. Ja, maar ik dacht misschien je als een ruft. Ja, ik hoorde echt een dikke ruft. Oh ja, nee, maar kwam bij jouw kak. Maar dat ben ik altijd. Ik laat niet zoveel scheten, zeg maar. Dus ik had echt zo van bijna buikpijn. En ik dacht, ik moet echt even kak thuis. En dat heb ik gedaan. Ik heb gekakt in de chin. Oh, nee. Fantastisch. De chin heeft een beetje de club heeft een beetje toilet dan dit hotel. Nou, dat is bijna onmogelijk. Ja. Dat is prima. Dat is bijna onmogelijk. Weet je wat, dat is onmogelijk inderdaad. Je hebt zo'n kookwekkerlamp. Dus je doet zo, dat draai je zo. En, en daarna ga je. Dus als je dan zit te kakken, dan zit hij telkens heel zenuwachtig te kijken. En dan gaat hij weer zo poep en dan is het donker. Dan het licht werkt op het timer. Daar zijn we weer buiten, jongens. Het zou eigenlijk zonnig weer zijn. De zon schijnt, het staat in mijn weer-app, de zon schijnt. Ja, maar ik zie geen zon, zeg maar. Ja, de zon schijnt. Er is wel weer wat bijgevallen. Doe dit zo negatief. Oh. Goed. Ja, oprecht praten. Ja. Als we zo doorgaan, kun je echt tering goed. Ja, we kunnen weer paadjes gaan doen vandaag. Maar dat is echt wel... Moet je toch wel deze skis houden? Ik weet het niet. Kan jij ook paadjes doen met die dunne skis? Ja. Maar als het echt diep sneeuw is, is het wel kut. Ja. Nou, ik ga even een ander snowboard halen, want ik was niet helemaal blij met deze. Prima ding, maar... Oh, daar heb je niks over gezegd. Ja. Steven en zo, iedereen maakt altijd het grappig. Vind je hem niet chill? Huh? Vind je hem niet chill? Nee, ik ben er niet zo tevreden mee. Huh? Oh, daar heb ik niks over. Dus ik ga gewoon even een andere halen, jongens. Ja, kan je toch gewoon laten weten? Als je hebt hier blijkbaar een winkel, Hot Zone. En dat is echt, zeg maar, een snowboard winkel. Dus dan ga ik daar maar even kijken, jongens. Zo, krijg je daarvoor betaald? Ja. Zeggen? Dit is een gesponsorde video. Kijk eens eventjes, wat een fantastisch bord. Het is wel echt al serieus een stuk beter, want zeg maar nu al. Hij voelt licht aan al. Dit is top, jongens. Steve, dubbel frontflip. Nu kan ik een dubbel frontflip. En nu ga ik ook niet meer zeiken. Maar dat deed je gisteren toch ook niet? Nee. Ik heb jou helemaal niet gehoord over dat bord. Nee. Ik zei dat het een fantastisch bord was. Nou, top, jongens. We gaan richting de lift. Alleen we weten niet waar Rick en Niek zijn. Of zijn al bij de lift? Oh mijn god, komt dit wel goed? We zien het in de volgende shot van de vlog. Cliffhanger. Daar komen ze. Ah, bis morgen. Ah. Hallo, wie geht's? Ah, wie geht's? Heb je een goede sessie van hem? Ja. Maar kijk ernaar. Nou. Hey. Ah, mooi ding, hè? Ja, blij mee? Ja, hij is veel lichter, pik. Het is echt een topding. Waar heb je dat gehaald? Bij Hot Zone. Dag, meneer de duivel. Bent u... Hey, ja. We zitten toch inderdaad in het volgende shot. Klopt. Goedemorgen. Mooi ding, Erik. Dat is perfect. Nu kunnen we gaan passen. Nou jongens, we gaan naar boven. Let's go. Nee. Nu ga ik niet meer zeiken over mijn bord. Ik zweer het. Al het gejank moet nu echt klaar zijn. Stop, het moet nu klaar zijn. Oké. Okay. We gaan naar boven. Het zicht is vandaag minder goed. Het is een beetje mistig en het is een beetje aan het sneeuwen. Maar volgens mij... is Niek daarboven gevallen. Maar ik was al een beetje vooruit. Oh. Wat gebeurde er? Niek heeft letterlijk net aan niet zijn been gebroken. Hij is wel echt goed onderuit gegaan, ja. Maar wat deed hij dan? Ja, vallen. Niek is een squid. Gaat het? Ja, hoezo? Wat was je aan het doen? Hij was gewoon aan het rusten. Ik was aan het rusten. We hadden toch al vet lang geskiet. Ja, ik ging daar ook bijna op mijn bek. We zaten opeens fucking veel hobbels. Ja, klopt, ja. Maar het is een beetje van dat platte licht. Ja. Dus weinig reliëf. Ja, plat. Fijn dat niemand gewond is, jongens. Jongens, de sneeuw is wel echt top, hoor.
Nou, stop! Het zicht is echt belabberd. Kijk, je ziet niks. Hier, daar ligt Gerlos, zoals je ziet. Mooi uitzicht. Waar maken of juist nu? Ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik vind het een beetje spannend. Ik zie... Steve, waar ben je? Ik zie jou niet. Steve! Steve! Wie zei dat? Hallo? Ik zie letterlijk gewoon nul relief, zoals je dat zegt, hè? Ja. Heel, heel moeilijk snowboarden zo, jongens. Maar we komen er wel. Kijk dan, ik zie Steve nu meer. Hij is al weg. Niek! Niek, waar ben je? Niek! Ja? Huh? Niek! Oh, yo, hier ben je. Ja. Leuk. Jongens, 4-5 afdaling gedaan. En we zijn... 4-5 afdalingen gedaan? 4-5 uur geskiet. Oh. We hebben 6 liften gehad en 1 afdaling. We hebben eigenlijk echt maar 1 afdaling. Ja. Ja. Maar is ziet langer. Ja. Heel langer wel. Daarom is het dubbel zo zwaar. Jongens, ik moet wel zeggen, mijn bord is wel echt top. Dus jullie hebben me niet horen zeiken over mijn bord, hè? Gast, het ligt niet aan het bord, het ligt aan jou. Hoezo ligt het aan mij? Het is een combinatie van het bord met jou. Ja? Voetjes warmer bij het fietsen. Ja, ja, ja. En we gaan even lekker wat drinken. En dan gaan we daarna weer door. We gaan Heise Choco Mitsane mee. Ah! En Heise Chivas en Mitsane. Best romantisch ook dit eigenlijk. Ja. Ja, altijd. Schattig jongens, hoe jullie dat zo delen met elkaar. Ja. Maar geniet er wel van. Rustig eten. Want je krijgt geen lunch. Oh, wat een smeerpijp. Hou je er buiten. Ik zei niet eens wat. Goed hoor. Heel goed. Je weet zei smeerpijpen. Maar dat is het doel voor de vlog. Ja, tuurlijk. Daar zitten we jongens. We hebben weer fantastisch veel gedaan. Ja, tot zondag. Waarom film jullie met oranje snor? Ik zit best lekker onder die hier trouwens. Huh? Hey, lekker man, hoe is het met jou dan? Ja. Jullie best lekker onder die hier trouwens. Ja. Ik wilde niet eens meer. We zitten hier gewoon best wel prima. Rick, fix even een tafel voor ons. Gast, laat mij maar regelen. Geef me 3 minuten, ik heb veel aan tafel. Oké, je bent een topper. We hebben een tafel. Wat fantastisch fijn. Rick, je bent een topper, jongen. Vertel me iets nieuws. Ja, dat is waar, dat is waar. Oh, Niek. Niek was net gevallen. Ga niet helemaal lekker. Hey, jij bent op de gozer van de tv, of niet? Dat klopt. Ja, dat dacht ik. Dat klopt. Maar hij is ook nu gewoon, ik denk dat hij gewoon nu stijf is. Niek, hij is gewoon stijf. Niek kan niet meer lopen. Ja, dan wordt je een beetje koud, een beetje stijf, hè? Ja, hij is een beetje stijf. Doe ook wat squats. Ja. Heb je echt last? Ja. Maar doe serieus dat ding om dan. Ja, moet je niet... Geen zin meer naar dat. Nee, je kan de grond niet meer naar beneden pakken. Ik ski gewoon naar beneden en dan... Dat is klaar. Kut, hé. Ben ik mijn moeder echt aan dan. Hi mam. En Maria misschien? Met mij. Nou jongens, we gaan lekker naar beneden en dan gaan we geen bier drinken, want wij lusten dat niet. En niet de verkeerde kant op, hè? Niet deze keer. Nee, deze keer niet de verkeerde kant op. Gast, ik ben zo klaar met die gozer. Dus ik ga ook echt geen biertje drinken beneden. Nee man, nee. 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 Ik heb gehoord dat ze daar heel lekker bier hebben, dus dat is wel zonde, want ik ga het niet drinken. Maar... Ik ga het ook totaal niet drinken. Rick gaat ook niet drinken. Eww! Jij mag, eww, wat is er alcohol? Dat mag helemaal niet. Eww, kijk, Rick heeft een stijver. Eww, Rick. Gast, hoe dan? Het is allemaal wit om je heen opeens. Lukt het? Ja, hier gaan we. We gaan hier dus links. Ja, we gaan hier rechts. Hier rechts. We gaan hier dus naar links, hè? We moeten naar links hier. We moeten hier dus naar links. Gaan we weg. Haha, grapje. Haha, Rick. Oh, Rick! Oh, nee! Rick! Rick! Fuck! Oh, nee, Rick! Het grappige is dat je valt tijdens het boorden. Ja, haha. Hij snapt het niet. De grap is dat ik niet echt viel. Oh, mijn god. Oh, mijn god. We moeten hier dus naar rechts, want anders moeten we weer meer in de bus. Dus we gaan naar links. Naar links! Nee, naar rechts. Wel echt naar rechts. Ja. Want anders dan komen we weer verkeerd uit en dan moeten we met de bus. En dat willen we niet. Dus deze keer gaan we naar rechts. We gaan goed jongens. We zijn er bijna. Kijk, daar is ons appartement.
Kijk, hier is ons appartement. Daar zo, hier erachter. Dus dat is top, maar hè? Wat, oh, wat toevallig. Mooi, Rick. Hé, hey, jongens. We zitten verkeerd. Dit is ons appartement niet. Dit is ons appartement. Wel? Ja toch. Hier werd ik toch vanochtend wakker. Hé, hey, maar volgens mij moeten we hier niet zijn. Wat loe je nou weer? Nee, nee, nee. We gingen toch zeg maar uit het appartement. Nu willen we er toch zijn. Oké, okay, één biertje dan. Eentje maar. Gewoon één biertje, toch? Gewoon heel even één biertje. Maar één klein biertje kan geen kwaad. Nee, dat is niet erg. Dat kan wel. Hier hebben we toch een stamkroeg, hè? Hier kom je altijd, al jaren. Het is echt grappig, jongens. Kijk. Wat ik al zei, daar is ons huis. En dit is een après-ski tentje, maar er is nooit iemand. Dus wij dachten, we gaan onze locals supporten, aangezien wij daar wonen. Ja, en we gaan even een biertje halen. Gaat het goed, jongen? Ja! We hebben wel een mooie party kunnen organiseren. Ja, we zeggen gewoon party hier. Oh, zet maar een story. Dan hebben we het. Oh, wij hebben... Kijk eens hoe schat... Wat? Wij nodig. Ja, we hebben wel bij. Allemaal lekker. Oké, maar laten we het serieus vanavond maar even één... Maar even... Ik praat natuurlijk niet zo over vrouw. Nee, maar even serieus één. Oeh, wat willen jullie drinken? Gemberthee. Een kleine bier. Ik mocht graag een weiss sauer gespritst. Voor mij een grosse radler. Wat? Alleen maar kleine. Oh, klein is ook goed, joh. En voor mij een kleine. Heb jij grote bier of kleine bier? Kleine. Kleine bier. Hij is alleen maar klein. Oh. Klein biertje voor de kleine spelers. Oké, okay, één. Ja, en dan gaan we naar huis. Grote worden zo snel warm, weet je wel. Ja, dat wil je ook niet. Kan beter twee kleine dan één groot. Nee, we gaan er één drinken. Nee, maar stel, je zou het doen. Oh. We spelen nu fotoroulette en de verliezer die moet een wheelie nemen. En Steve ja, heeft... Dit is echt heftig, snap je? Ja, dit is echt zo van tequila shot. Snap je, normaal toch gewoon wel prima. Maar laten we die sours anders. Voor de volgende. Ja, is goed. Nee, maar weet je, dit is bleven. We zijn nu net 10 is wat al klaar. Nee, maar het is juist leuk. Wel meer rondes, langer. Het is juist leuk dat we sterk zijn, want anders dan vind je het ook niet kut. Dus dit, zeg maar, het is nu wel spannend, zeg. Ik moet plassen. Voor de vorm, maar ik wil niet echt... Ik moet plassen. Oh, oké. Okay. Ik moet plassen. Hé, hey, maar zouden we niet één biertje drinken? Ja, één biertje en 100 snaps. Ja. Oh. Voor de mensen die dit niet kennen, jongens, is fotorulette heel grappig. Dan moet je dus aangeven dat de app je foto's mag zien, zeg maar. En het is, zeg maar, hetzelfde een beetje als, hoe noem je dat, Kahoot? Dan moet je, zeg maar, zit je met alles zo'n quiz in zo'n game, moet je gokken van wie de foto is. Maar Stefan is daar niet zo goed in. Ja, deze was. Heb je hem al gedaan? Je mag hem de snaps doen. Voor 25, als ik lange rondes wil doen, dan moet ik ook 7 euro betalen. Wat? Moet je betalen voor de app? Ja, betaal gewoon, joh. Ah, joh, kom maar. Dan kunnen we ook die video's. Gooi mij in wie betaald was. Ja. Nee. Verliezer, Nocco Rosso. Waar zie je de resultaten? Weet ik niet, hier. Dus dat is gewoon... Godverdomme. Lowest score. Thank God. Je moet deze nemen. Het scheelde niet veel, Steffi. Nee, het is wel heel weinig. Waarom neem je die biertje allemaal niet? Als ik er nog eentje had moeten nemen, had ik niet getrokken, denk ik. Op het eerste biertje en het laatste. Wat lekker. Geen emotie. Oei, oh, oh, yo. Oh. Oh. Die lekkere. Oh, jij had inderdaad die lekkere van deze. Ah. Oh, dit is zo leuk. Dit scheelt helemaal niks. Maar Rick heeft verloren. Ik heb echt slechte herinneringen aan Jekermeester. Helemaal niet. Nee, ik heb super goede herinneringen. Dat was een grapje. Ik heb letterlijk gekotst in de McDonald's van Jekermeester. Jij? Dat zei ik niet. Dat was iemand die je kent. Oké. Okay. Ik zei ik. Je moest hem stil zijn voor... Oh, lekker? Lekker? Oké, nog een keer. Ja, dat was zo. Hey. Ja, ik heb nu wel heel leuk iedereen... Het zijn wel, Jos.
goed hier. We spelen een heel leuk spel. Het gaat oké. We spelen fotoroulette. Dan selecteert je random foto's op je telefoon. Dan moet je om zijn beurt klikken van wie de foto. Je denkt dat de foto is. Wie het snelst antwoord geeft. Maar ik ben een verliezer. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik weet nog niet of jij een stijf hebt of dat je serieus bent. Ik heb een stijf. Nou, hup, erin. Waarom doe je het zo? Dit is de coole manier. Daarom krijg ik een stijf. Dames en heren, jongens en meisjes, dankjewel voor het kijken naar deze video. Niek en ik liggen lekker. Ik lig te slapen. Ik lig te slapen. Dames en heren, jongens en meisjes. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik spreek jullie morgen bij een nieuwe video. Vond je het leuk video? Like en abonneer. Vond je het niet een leuk video? Dislike en abonneer op Niek Roos. Ja. Abonneer ook op het kanaal van Niek Roos. En dan spreken jullie morgen bij een nieuwe vlog. Later!